Hoi, ik ben Peter van de Imdip Makerspace. Ik had deze plexiglas reststukjes al in de vuilnisbak gegooid en toen dacht ik, hey, eigenlijk is dit wel mooi materiaal om wat lijm op uit te proberen. Er is speciaal plexiglaslijm, maar die heb ik niet. Wat ik nu meestal gebruik is hard plastic lijm. Dat werkt wel prima, maar ik denk dat het misschien wel mooier kan. Dus ik wil nu wat lijmen proberen en gewoon testen wat het mooiste is, wat het beste lijmt en nog meer van dat soort dingen. De eerste lijm die ik wil proberen is de lijm die ik altijd gebruik, de gewoon standaard hard plastic lijm. Dan heb ik in ieder geval een basis. De volgende is de seconde lijm. Dan heb ik hier ook nog aceton, wat ik eigenlijk ook wel wil proberen. Zo zonder druk weggelegd. Ik wil ook proberen wat er gebeurt als ik er wel druk op leg. Dan heb ik hier ook nog een lijm, daar staat op acrylic glue, maar ik denk dat dat de werkzame stof is en niet het materiaal om ermee te lijmen. Maar hey, toch interessant om te proberen. Hebben we ook nog houtlijm? En ja, ik ben toch bezig, dus waarom zouden we het niet proberen? Dan heb ik ook nog acrylvernis. Ik ben heel benieuwd wat daarmee kan. Misschien lijkt het helemaal niet, maar... dat het niet plakt, dus laat ik daar ook even de steek op leggen. Nou, het is inmiddels de volgende dag en ik denk dat we nu kunnen gaan kijken hoe goed het gelukt is. Ja, ik wil naar twee dingen gaan kijken. Ten eerste of het goed vastgelijmd is. Nee, ik wil naar drie dingen gaan kijken.
Ten eerste of het goed vastgelijmd is. Ten tweede of het mooi transparant is. Dus in hoeverre dat de lijm nog zichtbaar is. En ten derde hoe de lijm als die ernaast zit eruit ziet. Dus of dat vlekken geeft en zo. We beginnen kijken naar de hard plastic lijm. Dat is deze. Nou. Ja, het zit er redelijk goed vast. Het is in ieder geval mooi transparant. En de lijm die ernaast zit is ook mooi transparant. Hiernaast hebben we de seconde lijm. Nou, die zit ook super goed vast. Die is wel mooi transparant, alleen de lijm die ernaast zit is een beetje lelijk. Even kijken of we dat er schoner kunnen krijgen. Ja, dat kunnen we eigenlijk redelijk makkelijk nog afhalen. De seconde lijm. Eigenlijk zo slecht nog niet. Dan hebben we hier nog meer seconde lijm. Deze zit helemaal niet vast. Was dit seconde lijm? Nee, dit was aceton. Oké, dus de aceton zit niet vast. Dit was vernis. De vernis zit ook niet goed vast. Het is wel een mooi effect. Hier hadden we nog meer vernis. Ook mooi. Oké, dit zit wel goed vast. Nou, toch niet zo goed als de hardplastic lijm en de seconde lijm. Hier hebben we nog een aceton. Nou, want het zit ook niet vast. Aceton is gewoon niet zo goed, goed plan. Dan heb ik hier de acryllijm, dus dat is eigenlijk gewoon de hobbylijm. Het zit er redelijk goed vast. Het is ook redelijk transparant. De lijm die ernaast zit, ook mooi transparant. Ja, toch niet helemaal geweldig vast. Dan hebben we nog als laatste de houtlijm. Nou, dat zit helemaal niet vast en is niet mooi, maar dat had ik ook eigenlijk niet zoveel van verwacht. Nou, mijn conclusie is niet heel erg verrassend, maar misschien ook eigenlijk wel weer wel. De aceton die doet eigenlijk helemaal niks, die plakt gewoon niet, terwijl ik daar eigenlijk toch wel iets wel van verwacht had. En de aceton die eromheen zit geeft ook een lelijke afdruk, dus ja, aceton wordt hem in ieder geval niet. De vernis, ja, dat plakt gewoon niet goed genoeg. Dat kan misschien wel gebruikt worden om iets decoratiefs erop te plakken, maar echt een constructuele lijm gaat hem niet worden. Dan de houtlijm, nou, daar had ik niks van verwacht en daar is ook niks uitgekomen, dus daar niks verrassend. De acrylic-lijm, dus dat is gewoon deze hobbylijm, zeg maar. Ja, die plakt eigenlijk best goed en die is ook best wel transparant, dus die is zeker wel te gebruiken voor als ik hier met kinderen aan het werk ben, omdat dat gewoon een hele vriendelijke lijm is voor de rest. Maar de winnaars zijn toch eigenlijk wel de gewone hard plastic lijm die ik altijd al gebruik. Die als nadeel heeft dat de lijm die ertussen uit kruipt, zeg maar, dat het echt een opstaand laagje wordt. Wel mooi transparant, maar als iets mooi moet sluiten of in elkaar moet passen, dan kan het wel in de weg zitten. En de seconde lijm, eigenlijk verrassend goed. Eigenlijk veel beter als dat ik had gedacht. Mooi transparant en wat er uitspuit geeft een lelijke vlek. Maar die lelijke vlek is er heel makkelijk af te halen. Dus ik denk dat ik veel meer met seconde lijm ga doen. Het is natuurlijk ook nog eens lekker snel. Dus ja, heel verrassend. Ja, misschien niet, maar toch leuk om uitgeprobeerd te hebben. En het was toch afval. Dus voor mij is de conclusie nu dat de acrylic lijm is leuk om met de kinderen te gebruiken. Omdat seconde lijm gebruik ik liever niet met kinderen. De vernis doet eigenlijk niet zoveel. De aceton dus eigenlijk ook niet. Maar de seconde lijm en de hard plastic lijm, dat zijn de lijmen waar ik mee verder ga. Ik hoop dat jullie het leerzaam vonden. Voor mij was het in ieder geval wel leerzaam. Tot volgende keer.